China is een ontzettend groot onderwerp en we hebben er geloof ik 50 minuten voor. Ik sta hier omdat ik iets van China weet. Ik ben mijn hele leven buitenlandcorrespondent geweest. Begonnen in Parijs 68 en vervolgens de Griekse kolonels en vervolgens Latijns-Amerika en de tragedies. Vervolgens Italië en de instorting en herrijzenis van de Eerste Republiek en vervolgens China. Toen ben ik later in China met China doorgegaan. Want China in de tijd dat ik er was, was een opkomende macht. Hoewel niemand dat hier in het Westen althans nog inzag. En nu is China natuurlijk doorgestoten als een van de leidende mogendheden in de wereld. En is nu zelf op zijn manier weer in crisis gekomen. Goed, inderdaad, China, iedere dag is er wel nieuws over. We gaan het hebben over Xi Jinping. Xi Jinping, hij heet Xi, niet Jinping. Xi is een familienaam en in Chinees staat altijd het belangrijkste voorop. Eerst de familienaam en dan zijn persoonsnaam, zal ik maar zeggen. Kan je geen voornaam noemen, want in Chinees zou het een achternaam zijn. Stond vanochtend nog in de Telegraaf de Chinese premier Li Keqiang en dan verder een stukje hadden we het over Keqiang. Dat zou zoiets zijn als een stukje over Mark Rutte. Mark zegt dit en dat. Hè? Dus dat moet je even goed weten. Heeft iemand enig idee wie deze meneer is? Hier, links. Confucius, heel goed. Wie deze meneer is? Mao, hier hangt hij voor de ingang van de verboden stad. Portret van 6,5 meter. Ieder jaar wordt dat vernield. En wie is dit? Xi Jinping, verkleed als Chinese keizer. Maar eigenlijk niet zo verkleed. Want in werkelijkheid heeft hij de keizerlijke mentaliteit. We gaan het hebben over de politiek van Xi Jinping. Wat staat hem voor ogen? Daarvoor moeten we terug eventjes in de tijd. In China moet je eigenlijk, om China te begrijpen, moet je ontzettend veel van de Chinese geschiedenis weten. De Chinese geschiedenis is eindeloos veel ingewikkelder dan onze vaderlandse geschiedenis. Maar goed, ik ga niet ver terug. Alleen, ik ga terug tot de laatste periode waarin het tot nu toe gevolgde groeimodel in crisis is geraakt. Dan komt Xi Jinping met zijn Chinese droom, zoals hij dat noemt. Zijn maatregelen en waar hij zijn inspiratie uit haalt. En hoe dat dan gaat in de praktijk. Inderdaad, iedereen weet natuurlijk wel, Mao Zedong heeft aan de Chinezen, hoe zal ik het zeggen, heeft de Chinezen weer nieuwe waardigheid gegeven, omdat de Chinezen heeft laten beseffen dat ze niet meer onderdrukt wensten te worden door het buitenland. Hij heeft een hoop sociale maatregelen ingesteld, maar tegelijkertijd heeft hij voor de Chinezen zelf de ene rampspoed na de andere gebracht, waarvan de culturele revolutie en de grote sprong voorwaarts maar een paar van zijn. En nadat hij was gestorven in 1976, kwam snel een zekere Deng Xiaoping. Deng Xiaoping is de vader van de Chinese revolutie, waarvan we vandaag dus alle aspecten eigenlijk voortdurend zien. Kwam Deng Xiaoping met een nieuw model, een nieuw groeimodel onder de leus rijk worden is glorieus. Nou, dat rijk worden is glorieus heeft geleid tot hier een paar van deze prestaties. En nog nooit in de geschiedenis is in zo'n korte tijd zo'n groot land zo radicaal van aangezicht veranderd als China in de afgelopen 30, 35 jaar. Want vergeet niet, dat begon in 1978. En een hele hoop wat oudere Chinezen kennen nog de periode van daarvoor. Dat Straalhans keukenmeester was en dat in de tijd van bijvoorbeeld de grote sprong voorwaarts de lijken werden opgegraven omdat er honger was, maar gekmakende honger. En als je dat voorstelt, dat de Chinezen op het ogenblik de grootste consumenten zijn van mobieltjes en nergens op de wereld zijn zoveel internetaansluitingen. En hoe heet het, de decadentie viert hoogtij en de buitenlandse luxe producten die kunnen alleen nog maar overleven dankzij de Chinese afzetmarkt. Als je dat bedenkt, en wat die mensen in zo'n korte tijd, zulke gigantische veranderingen hebben moeten doormaken, kan je alleen maar verbazen dat er niet nog veel meer krankzinnigen in China vrij rondlopen. Er zijn er al genoeg, hoor, trouwens. Enorme prestaties. Ik ga dat niet allemaal oplezen. En als u het niet kan lezen, dan spijt het me. Maar in ieder geval,
ongelooflijk gegroeid. Maar dan krijg je toch dat er op een gegeven moment problemen zijn met die groei. En wat zegt de vorige premier, Wen Jiabao? Wat zegt hij in het jaar 2007? De economie is wispelturig, onevenwichtig, ongecoördineerd en niet duurzaam. Nou, gekker moet je niet maken. Dat is een ongelooflijke veroordeling van je eigen economie, die op dat moment nog met 10% groeide. Hij was onder deze man, Hu Jintao, dat is een soort robot, hè, die nog nooit zich de luxe van een eigen gedachte heeft veroorloofd, naar het schijnt, had geen enkel gezag. En in die periode is er wel veel gepraat over hervorming. Hij had het altijd over democratie. Maar er is niets van terechtgekomen en dat wordt dus genoemd het verloren decennium. Hoewel de economie waanzinnig groeide, maar tegelijkertijd ook aan de grenzen van haar groei toekwam. En dan krijgen we via een selectieprocedure, waarvan we nog steeds niet precies weten hoe dat gaat, hoe dat is gegaan, kwam Xi Jinping als partijleider aan de macht in 2012. Het jaar daarop werd hij ook president en de baas van het leger. Maar dit is de belangrijkste functie, partijleider. En hij staat hier in de coulissen te wachten. En hij begreep donders goed dat er iets moest gebeuren, omdat het met het groeimodel verkeerd ging. Waarom ging het verkeerd? We hebben de grote crisis gehad van 2008, die nog steeds doorwerkt. De inzakking van het neoliberale model in het Westen, de grote financiële crisis. Met als gevolg voor China dat het veel minder kon exporteren. Het model was op export gebaseerd. Dus het verdient veel minder van de ene dag op de andere. En dan zijn er een hoop binnenlandse oorzaken die geleid hebben tot de totale scheefgroei van de Chinese economie. In de eerste plaats veel te veel investeringen en veel te weinig consumptie. En al die factoren hebben geleid tot waar we nu zitten. Ik zal ze even heel in het kort doornemen. Het milieu, volgens de laatste cijfers, is alleen al door de luchtverontreiniging, komen er jaarlijks 1,6 miljoen Chinezen om. Ze komen gewoon sterven vroegtijdig. Zijn natuurlijk de zwakkeren, maar die hoeven daarom nog niet dood, natuurlijk, nog geen reden. Het milieu is totaal verziekt. Er zijn geen woorden voor. Ik heb er een dossier van, ik denk ongeveer 10.000 files, hè, over de totale verzieking van het milieu. Wat dat kost, dat weet niemand precies, maar er wordt gezegd tussen de 5 en de 10% van het bruto binnenlands product. Dus als het bruto binnenlands product op het ogenblik groeit met, zegt men, 7%, en dan is het misschien maar 2% of zelfs nog minder, hè, als die kosten betaald moeten worden. Het is ongelooflijk gigantisch. Er zijn geen woorden voor, zoals je voor alles heeft. Voor alles in China moet je nieuwe woorden verzinnen, omdat de gebruikelijke superlatieven tekortschieten. Vorige maand nog een typisch voorbeeld van zo'n milieuramp, hè, die tot stand is gekomen. Dat was dus in Tianjin, in dat havengebied, waar buitengewoon onveilige stoffen waren opgeslagen, die op een gegeven moment ook ontploften. Zelfs de brandweer wist niet hoe ze moesten blussen. Ze kwamen met water, waardoor het juist verder aanwakkerde. Typisch Chinese ramp, echt een man-made disaster, omdat die vergunningen, die waren om dat spul erop te slaan, waren via corruptie en vriendjespolitiek tot stand gekomen. Binnen een straal van 500 meter zaten daar grote huizenblokken waar dus weinig meer van over is. Dit soort rampen zijn geen uitzondering. Sindsdien zijn er minstens 3 andere, iets minder grote milieurampen geweest, die alleen niet tot onze pers zijn doorgedrongen. Juist omdat alles, laten we maar zeggen, zo in het groot gaat, dat alleen de allergrootste rampen bij ons doordringen. Ik had het al even over de export. De economie was voor een groot gedeelte op export gebaseerd. En als de export minder wordt, dan gaat het met je economie dus slechter. We hebben heel lang geloofd dat de Chinese economie voor altijd zo ongeveer de werkplaats van de wereld zou kunnen blijven. Dankzij de lage lonen. Want die arbeiders die werden gehaald uit het binnenland.
Nou, er zijn, in die tijd was zo ongeveer een 60% van de bevolking woonde, of nog 70% van de bevolking woonde op het platteland. De meeste daarvan hadden te weinig of helemaal geen werk. Dus die waren maar al te graag bereid naar de steden te komen om daar in de fabrieken, werkplaatsen, hotels enzovoorts te gaan werken voor een laag loon. We hadden gedacht dat dat altijd zou voortduren, want er waren nog honderden miljoenen die stonden te trappelen om naar de steden te komen. Quod non, hetgeen niet in het Latijn. Want toch, de lonen werden hoger. Arbeiders gingen toch wat meer eisen. Wij wensten niet meer die totale uitbuiting, die wij natuurlijk allemaal kennen. De blue jeans die hier zo goedkoop zijn, dankzij het feit dat ze daar, laat maar zeggen, tegen een hongerloon vervaardigd werden. Langzamerhand is daar in dat model van die hele goedkope lonen de klad gekomen. En langzamerhand zijn ook steeds minder mensen, boerenzoons en dochters, naar de steden getrokken. Sinds een paar jaar is het zelfs omgekeerd. Dus het aanbod op de arbeidsmarkt is teruggelopen. Dat wil zeggen, de lonen zijn nog verder omhoog gegaan. Gevolg, een hele hoop fabrieken, binnen- en buitenlandse fabrieken, gaan nu naar elders op zoek naar andere lage lonenlanden. China is niet meer het lage lonenland. Dus dat is een groot probleem en heeft geleid tot de instorting van het tot dan toe gevolgde ontwikkelingsmodel. Ook de eenkindpolitiek, die was opgezet om die koek niet door zoveel miljoenen te laten delen, is eigenlijk aan zijn eigen succes ten onder gegaan. Er zijn 500 miljoen kinderen, volgens de regering althans, niet geboren als gevolg van die eenkindpolitiek. Er zijn ongeveer 100 miljoen meisjes, baby's, zijn geaborteerd vanwege de oude voorkeur voor jongens. De verhouding tussen de seksen is scheef gegroeid. Op iedere 117 jongens op het ogenblik worden maar 100 meisjes geboren. Dat geeft natuurlijk een wanevenwicht. En al eerder in de Chinese geschiedenis is er een gigantische revolutie geweest, veroorzaakt door een leger van vrijgezellen, van jongens die niet aan de vrouw konden komen. Waarom? In hun stam werden alle meisjes gelijk doodgemaakt, bij de geboorte al, omdat het hongersnood was. Want alleen de jongens moesten in leven kunnen blijven. Dat heeft toen bijna geleid tot de val van de laatste keizersdynastie. Het was een voorloper ervan. Dus men weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Die eenkindpolitiek heeft de hele sociale structuur, de familiestructuur, kapot gemaakt in feite. En geleid ook tot de opvoeding van de kleine keizertjes en keizerinnetjes. Die nooit iets ontzegd is, die nooit nee hebben gehoord. En zelfs het leger, het Chinese leger, wil geen enig kinderen in zijn rangen, omdat het zulke slapjanusjes zijn. Dat wel, toch wel, want de eenkindpolitiek gold alleen in de steden, niet op het platteland. En er zijn nogal wat uitzonderingen. Maar op het ogenblik, de meeste kinderen tegenwoordig zijn inderdaad enig kinderen. En die enigkindpolitiek die wordt nu langzamerhand wat versoepeld, maar het is waarschijnlijk te laat. Want in de steden is het leven zo duur geworden dat de meeste ouders die willen geen twee kinderen. Sommigen willen niet eens één kind meer. Het is gewoon te duur. Daar loopt de bevolking dus terug. En in China krijgen we waarschijnlijk in het jaar 2025 de top, 1,4 miljard. En dan loopt het ook terug tot misschien 1 miljard 900 miljoen. En binnen de kortste keer heeft India China qua bevolking ingehaald. Er is veel te veel geproduceerd. Dat was een soort heilige overtuiging van als je maar meer produceert, dan verdien je ook meer. Maar je kan ook te veel produceren. Er liggen nu magazijnen vol waarmee ze de hele wereld voor 100 jaar van overhemden kunnen voorzien, bij wijze van spreken. Door die auto's bijvoorbeeld, het zijn er veel te veel. Er zijn veel te veel staalfabrieken. Alles is eigenlijk te veel. Er zijn ook veel te veel huizen en kantoren. Dat is een gigantische overproductie. En die is gefinancierd door schuld. China is het land met de grootste schuld van de wereld. Geen buitenlandse schuld, binnenlandse schuld. Van 30 biljoen, kan je niet voorstellen hoeveel dat is. Dus het Nederlandse biljoen, niet het Amerikaanse biljoen. Want het Amerikaanse zou het zijn trillion. Dus 30 trillion.
En dat is eindeloos veel meer dan de Verenigde Staten en Duitsland en noem maar op. Er staat een enorme deviezenreserve tegenover, dat zeker. Maar het kan een van de redenen zijn dat het model instort. Dat China instort. Het is nog allemaal nog niet zo zeker dat China de nieuwe wereldleider wordt. Oké, daar valt eindeloos veel meer over te vertellen natuurlijk, zoals over elk van deze onderdelen. Een ander punt is dat, zoals ieder land dat zich snel aan het industrialiseren is, dat steelt het intellectuele eigendom. Zo is de Verenigde Staten in de 19e eeuw groot geworden door het intellectuele eigendom van Britse fabrieken voornamelijk te stelen. En zo is China op het ogenblik groot geworden door het intellectuele eigendom van ongeveer de hele wereld te stelen. Alles wordt nagemaakt in China. Nou ja, dan, of het nou precies klopt, of het nou Omega of Owega is, en McDonald's of weet ik veel. Dat doet er allemaal niet zoveel toe. Want dan heb je gewoon in een veel kortere tijd heb je je ontwikkeling als je, de technologie steelt. Bovendien, de Chinese cultuur ziet dat heel anders. Je ziet dat niet als stelen, maar als een zich opwerken naar het niveau van de meester. Dus de Confucianistische gedachte ziet dat niet als echt stelen. Maar die economie moet langzamerhand veranderd worden. Die moet gebaseerd worden op innovatie. Maar als je geen opleiding hebt op het gebied van innovatie, als je alles gestolen hebt, is dat lastiger. Hier een beeld van Shanghai dat onder zijn eigen wolkenkrabbers aan het inzakken is. 26 miljoen inwoners. Een lege stad, voornamelijk gebouwd voor huizen, speculanten. En het hele systeem van die gigantische bouw van China, want iets van de helft van de cementproductie van de wereld ging op een gegeven moment naar China om die nieuwe steden te bouwen en de oude af te breken en daar nieuwe voor in de plaats te zetten, is gefinancierd met landjepik. De grond in China is van niemand, is van de staat of van de gemeente, in ieder geval van de partij, van de communistische partij. Daarom kunnen mensen ook geen vuist maken als ze uit hun huis worden gezet. Want het huis kan misschien wel van hen zijn, maar de grond niet. En zo is een hele hoop projecten zijn gefinancierd door goedkope onteigeningen, waarbij aan de eigenaars, meestal boeren, of de bebouwers, de gebruikers liever gezegd, bijna niks of soms helemaal niks betaald werd. En dat ging dan, twee handen op één buik, werd dat voor veel geld verkocht aan projectontwikkelaars. Daardoor ook is de hoeveelheid schulden is tot dit soort torenhoge niveaus opgelopen. Een van de meer bekendere scenario's voor de mogelijke instorting van China is dat er in die bouwactiviteit, die zo gigantisch is geweest, dat instort en dat dat gewoon een zeepbel blijkt te zijn. En de bouw in China is de grootste economische activiteit van de wereld. De bouw in China is de grootste economische activiteit van de wereld. Moet je dat even voorstellen. Ja, China is altijd corrupt geweest. Trouwens, de meeste maatschappijen zijn corrupt. Onder Mao was de corruptie bijna uitgebannen. Er was ook bijna geen geld meer. Mao wilde op een gegeven moment zelfs het geld afschaffen. Tegenwoordig, er gaat meer geld om in China dan ooit tevoren. En de corruptie is ook nog nooit zo groot geweest. Bo Xilai, een man die bijna de plaats van Xi Jinping had ingenomen, met een staatsgreep bezig was, die 2 jaar geleden tot levenslang is veroordeeld. Daar zou je een prachtige film over kunnen maken. Die corruptie wordt op het ogenblik, ik zou zeggen, op een selectieve manier bestreden. En een ander, misschien wel het allerbelangrijkste aspect van het vorige ontwikkelingsmodel, is dat de afstand tussen rijk en arm veel en veel groter is geworden. Het is zeker waar dat dankzij dat idee rijk worden is glorieus. Alles doen aan economische ontwikkeling, daarvoor moet dan ook alles wijken. Dat daardoor zo'n 500 miljoen mensen uit de ergste armoede zijn getrokken, zonder enige twijfel. Dat is nog nooit in de wereld ergens gebeurd. Dat is geen liefdewerk geweest, dat zat gewoon aan dat model vast. Er zijn nu zo'n 10% van de bevolking is nog heel erg arm. Maar dat is niks vergeleken met wat het 30 jaar geleden nog was. Maar tegelijkertijd zijn de rijken veel rijker geworden dan de armen, minder arm. Dus de
afstand is gegroeid. En als je dagelijks op de tv ziet hoe breed de rijken het laten hangen, dan kan dat onvrede wekken. Of als je ziet hoe je jouw plaatselijke partijleider in een BMW rondrijdt en jij zelf niet weet waar je dood moet neervallen, dan kan dat ook tot conflicten leiden. Oké, dat al dit soort punten bij elkaar begon gevaarlijk te worden voor de communistische partij. Net zoals in 1976 bij de dood van Mao, dat Deng Xiaoping dacht, we moeten iets anders verzinnen om de mensen achter de partij te houden. Hier in de huidige partij heeft natuurlijk het afschrikwekkende voorbeeld van de Sovjet-Unie voor ogen. In 1989 stort de muur van Berlijn en in 1991 wordt de Sovjet-Unie ontbonden. Hoe je het niet moet doen. Nergens in de wereld is de instorting van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie zo grondig bestudeerd als in China. En vergeet niet in 1989, toen overal de domino's vielen en in het Tiananmenplein in Peking en op alle grote pleinen en alle grote Chinese steden enorme opstanden van studenten en arbeiders en weet ik het allemaal aan de gang was, gaf niemand meer een cent om de toekomst van de Chinese Communistische Partij. Iedereen dacht dat dat ook voorbij zou zijn. Nee dus, ze hebben het gered en hoe. Dus hoe je het niet moet doen, en dan is het inderdaad het allerergste wat de Chinese Communistische Partij en überhaupt iedere keizersdynastie daarvoor zich kon voorstellen, chaos. China is talloze malen gedompeld geweest in chaos, heeft de grootst mogelijke ellende gekend, in de 19e eeuw, de grootste burgeroorlog aller tijden, 30 miljoen doden, maar waarbij niks van weten, want wij vinden de Hoekse en Kabeljauwse twisten een stuk belangrijker. China, voor iedere Chinese bestuurder is het idee van chaos is het allerergste wat er is. De allerlaatste chaos, de grote chaos, was natuurlijk tijdens de culturele revolutie. En toen de ene helft van de bevolking tegen de ander werd opgezet, toen studenten hun hoogleraren vermoorden of vernederden en kinderen hun ouders erbij lapten omdat die niet ideologisch juist op de juiste graad zouden zijn. Dat moeten we dus nooit meer hebben. Dus er moeten maatregelen genomen worden om chaos te voorkomen. Nou, dat economische model dat tot dan toe gevolgd was, dat dreigde in te starten aan wat ik nu net heb vertoond. Er moest dus iets gebeuren. Kijk, hier staan ze al. Dat zijn de zeven nieuwe leiders in de hiërarchische volgorde. De belangrijkste altijd in het midden. Dat is Xi Jinping. Het zijn er zeven, omdat het is altijd een oneven getal, de vorige keer waren het er negen, omdat er van binnen, in dat hoogste comité, het vaste comité heet het officieel, daar is wel een soort van democratie, dus dan kan met een oneven getal kunnen de stemmen namelijk niet staken. Hij is de premier Li Keqiang, hij is eigenlijk de op één na belangrijkste, want hij is de grootste corruptiebestrijder en een goed vriendje van hem weer. Er moest dus het een en ander gebeuren. Toen Xi aan de macht kwam, leken er drie scenario's denkbaar. Ik heb daar toen ook een boek over geschreven. Van welke kant kan het nu met China opgaan? Nou, er waren drie mogelijkheden in grote trekken. De ene kant, gewoon China wordt de nieuwe wereldleider. De Verenigde Staten was volop, niet in ontbinding, maar ging volop naar beneden. Had overal problemen, het mislukte oorlogen, Midden-Oosten, gedonder overal. En China, nou ja, dat leek, de sky was the limit. Alleen een ander soort wereldleider, omdat China natuurlijk niet het idee heeft om de wereld te beheersen met zijn ideologie. Die wil handel drijven, die wil respect, die wil helemaal niet een politieagent van de wereld zijn, maar dat is een ander verhaal. Tweede scenario was dat de Verenigde Staten en China zo aan elkaar verknoopt zitten. Kijk hier de Chinese slang, de Chinese draak die Uncle Sam in een wurggreep heeft zo ongeveer. Die twee zo met elkaar verknoopt dat ze, nou ja, dat is zoals eerder gebeurd, hè? De wereld zouden verdelen in invloedssferen. Een soort nieuw Yalta. En het derde scenario, dat is het scenario van de 19e, begin 20e eeuw, toen China eigenlijk ieder ogenblik leek China ten onder te gaan en verdeeld te worden door de grote mogendheden van die tijd. Hè? Queen Victoria, sinds gisteren niet meer de langst geregeerde Britse vorstin, en keizer Wilhelm en zo, en de Japanse keizer, Marianne van Frankrijk, en de Japanner. En daar staat, hoe heet het, een Chinese mandarijn helemaal wanhopig van, ze zijn ons land aan het verdelen. China leek een nieuwe kolonie te worden. China is vaak uiteengevallen, kan opnieuw weer gebeuren. Dat zijn drie totaal uiteenlopende scenario's die op dat moment alle drie
mogelijk leken te zijn. En nog steeds, alle drie zijn ze mogelijk. Dit is het beeld van een paar dagen geleden op het plein, het Tiananmenplein voor de Verboden Stad. Dat nieuwste lange afstandsraket van China wordt getoond, waarmee vliegdekmoederschepen kunnen worden in de grond worden geboord. Waarmee dus de Amerikaanse militaire macht kan worden vernietigd. Belangrijk element. En dan gaat Xi Jinping dus verzinnen, of dat heeft hij al eerder gedaan, want u wist al 5 jaar eerder dat hij de hoogste leider zou worden. Gaat hij verzinnen, hoe gaan we dit aanpakken? Wat moeten we doen? Hij was ervan overtuigd dat de afgelopen 10 jaar, zoals ik al net al gezegd heb, een verloren decennium is geweest, waarin men veel gepraat heeft en niets gedaan. Er waren allerlei mooie economische plannen gemaakt, innovatie en binnenlandse consumptie en duurzaamheid. al dat soort zaken, maar daar kwam helemaal niks van terecht. Om er wel wat van terecht te laten komen, dacht hij, ik moet de macht weer centraliseren. Niet meer een groepsmacht, zoals dat na Mao kwam de macht steeds meer in de handen van het kleine college aan de top, maar niet meer in handen van één enkele persoon. En hij heeft daardoor is hij de macht steeds meer gaan concentreren, gaan centraliseren. Kijk maar, moet je kijken. 11 oude en nieuwe topfuncties. Hij heeft er een aantal gecreëerd en daar is hij allemaal de baas van. Hij is ongeveer de president van alles in China op het ogenblik. Hè. Daarin lijkt hij ook ontzettend op Mao. Hè, want Mao had ook alles afgeschaft, want dat was allemaal niet nodig. Zijn woord was gewoon wet. Maar ook geen advocaten meer, want Mao sprak wet niet meer. Zo ver gaat het niet, maar het lijkt er wel een beetje op. Hij heeft de macht van zijn voorganger Hu Jintao en van zijn voorvoorganger Jiang Zemin, die nog een paar dagen geleden met z'n drieën zaten, een militaire parade daar in Peking, heeft hij drastisch ingeperkt, voornamelijk door hun politieke cliënten en vazallen, door daar grote corruptieprocessen tegen aan te spannen, die eigenlijk waarschuwingen zijn aan hen, snap je? Dus dat is via hen, dus afrekenen met zijn politieke vijanden. Hij is meer de baas. Er is een persoonlijkheidscultus, net zoals in Mao's tijd is daar aan het ontstaan, met prachtige lieden over papa Xi, die alles weet en alles doet, en dus een soort Christusfiguur aan het worden is. Tegelijkertijd stookt hij het nationalisme ontzettend op. Want in tijden van crisis is het altijd goed om een buitenlandse vijand te hebben, om de mensen rond je eigen troon te verenigen. En buitenlandse vijanden zijn er genoeg, of potentiële vijanden, de Verenigde Staten, met een grote invloedssfeer in Azië, opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog, toen de Pacific, net zoals de Atlantische Oceaan, een Amerikaanse binnenzee werd. Japan, de oude erfvijand, en nu de nieuwe vijanden, Vietnam natuurlijk ook een oude vijand, en de Filipijnen, een nieuwe vijand vanwege de problemen in de Zuid-Chinese Zee, waar we het nu even niet over zullen hebben. Hij komt dus met het plan. Nou, dat kan iedereen lezen natuurlijk. Zhongguomeng, China, middenland, rijk van het midden, het centrum van de wereld. Chinezen denken namelijk, net zoals de Verenigde Staten, dat de wereld om hen draait. En misschien is het ook wel zo. Droom, dus de Chinese droom, kwam hij met het idee. Wat is die Chinese droom? Er is veel over gespeculeerd, opzettelijk ook een beetje vaag. Maar het houdt voornamelijk in dat China terug moet naar zijn oude grootsheid. En voor China is de opkomst, gaat het niet om een opkomst, maar om een terugkeer. In de laatste 20 eeuwen is China gedurende de 18e eeuw het belangrijkste land van de wereld geweest. Alleen dat wisten we niet zo, want er was niet zoveel contact. En dus voor China is het na een dipje van 150 jaar, is het gewoon weer terug van effe weg geweest. Zo zien de Chinezen dat. Dus op het wereldtoneel de oude status van vroeger heroveren. Er zijn op het ogenblik van die gigaprojecten aan de gang rond de nieuwe zijderoute bijvoorbeeld. 63 landen die moeten worden geïntegreerd in de Chinese economie, tot Rotterdam en tot Latijns-Amerika toe. Gigantisch project. En hoewel ze de Chinezen zich inpassen in de bestaande wereldorde zijn ze, die door de Verenigde Staten wordt gedomineerd, zijn ze bezig een parallele wereldorde aan het creëren. En een van de vele exponenten daarvan is de stichting
van de Asia Infrastructure Investment Bank, waar onmiddellijk 50, 60 landen van lid zijn geworden, want daar gaat het grote geld om, daar moet je bij wezen. En binnenlands, dat China een groot, welvarend land wordt, waarin het aan niets ontbreekt, waarin geen politieke veranderingen komen, dus het blijft een dictatuur, en het blijft het communisme, maar het communisme in overvloed, en de leer aangepast aan de realiteit, en dat heet socialistische markteconomie. Je moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat je de bevolking onder je houdt. Dat hebben de keizers ook altijd gemoeten. En dat kan je niet door alleen maar repressie te doen. Je moet ook iets te bieden hebben. De hele legitimiteit van de Chinese regering bestaat erin dat ze iets presteert. Dat ze het volk iets biedt. Nou, ze hebben het volk een gigantische ontwikkeling geboden. Er is een middenklasse ontstaan uit het niets. 300 miljoen mensen die natuurlijk niet in opstand gaan komen tegen het regime, dankzij het welk zij zelf gecreëerd zijn. Dus als het economisch slecht gaat, dan zouden die mensen in opstand kunnen komen en raakt het regime zijn legitimiteit kwijt. En dat is de eigenlijke achtergrond van de gigantische Chinese economische expansie, eerst in China zelf en daarna in de rest van de wereld. Je economie moet uitbundig blijven groeien om de bevolking tevreden te houden en daarmee de communistische partij aan de macht te houden. Dat zit er eigenlijk achter. Dat kan je diabolisch vinden. Je zou kunnen zeggen, ja, vanzelf. Als er geen democratische verkiezingen zijn, waar moeten ze dan hun legitimiteit aan ontlenen? Aan presteren. Er moet dus gepresteerd worden. En geen enkel regime, in welk land van de wereld ook, treedt vrijwillig terug. Nou, als er verkiezingen zijn, ja, dan kan je niet anders. Maar in China werkt dat dus op een andere manier. Nou, en dan zijn er een aantal methodes. Eerst om het volk tevreden te houden. Bijvoorbeeld de nationale trots te bevorderen. Die militaire parade die we net gezien hebben, was voornamelijk voor binnenlands gebruik. Niet alleen om het buitenland onder de indruk te brengen van hoe ver we al zijn militair. Nee, om de Chinezen trots te laten zijn op hun hervonden nationale kracht. Je moet dingen bestrijden die al te veel weerstand wekken. Die gigacorruptie bijvoorbeeld, daar moet tegen gevochten worden. Er wordt nu wat gedaan voor het eerst aan de vervuiling. Het milieuprobleem wordt echt voor het eerst aangepakt met horten en stoten. Maar er zijn hier en daar zijn er vorderingen gemaakt. Uitwassen zoals die vreselijke strafkampen en zo. De justitie die totaal willekeurig is en vaak wordt uitgevoerd door mensen die van justitie maar niet het flauwste benul hebben. Dat moet allemaal worden verbeterd, zodat onvrede wordt weggenomen. En tegelijkertijd, wie niet wil horen, die moet voelen. En de repressie in China op alle fronten is nog nooit zo groot geweest als sinds de tijd van Mao. Misschien kan je zeggen sinds 1989, de Tiananmen-revolte die door het leger toen werd onderdrukt. De tanks die toen uitrukten. Hij voert campagnes op drie fronten tegelijk. Eerst moet die partij die te ver van het volk was afgegroeid, te veel corruptie, moet weer dichter bij het volk worden gebracht. Worden partijleiders worden gedwongen om zelf kritiek te leveren in het openbaar. Dat is vaak heel formeel, maar dat moet dan de indruk in ieder geval wekken dat de partij weer kritisch is over zichzelf. De verspilling, corruptie, al dat soort zaken die de partijen ver van het volk hebben gebracht, die moeten hard worden aangepakt. Tegelijkertijd moet de invloed van buiten moet worden teruggedrongen. China moderniseert, maar moderniseren wil in China helemaal niet zeggen verwesterse. Dat is ons idee. We hebben vaak gedacht, moderniseren is hetzelfde als westers. Worden zoals wij. Dat is onze fout, dat is niet de Chinese fout. Voor Chinezen betekent modernisering weer terug naar je eigen inspiratiebronnen en al het mogelijke gebruiken van de hele wereld wat daarvoor dienstbaar is. Maar niet worden zoals het Westen. Geen sprake van. Dat is een hele grote misvatting. En Deng Xiaoping zei al, toen hij die economische revolutie afkondigde, waarvoor natuurlijk het buitenland met al het kapitaal nodig was, zei ja,
Er komen, als je de ramen openzet, hè, dan komen ook vliegen binnen. Nou ja, dat is dan jammer, maar dat, ja, dat is het risico. Ja, maar er komt ook verse lucht in dit geval. Dus veel geld, veel investeringen. Maar tegelijkertijd ook ideologische besmetting zou er kunnen binnenkomen. En daarin hadden ze misschien niet eens zo ongelijk. Want in het Westen heeft lange tijd het idee is er lange tijd het idee geweest dat wij niet alleen onze handelswaar naar China gingen exporteren, maar ook onze ideeën. Die zouden dan geleidelijk aan zouden ze binnenkomen. Bill Clinton, toen hij president was, heeft ook altijd gezegd dat je moest je openstellen voor China, want daardoor zouden ook jouw ideeën door de Chinezen worden geïmporteerd. En al die Chinese toeristen die naar het buitenland zouden komen, zouden ook onze ideeën, prachtige, vergevorderde democratische ideeën opsnuiven. En die studenten die overal in het Westen gingen studeren, nou, die zouden door ons ook in positieve zin worden beïnvloed. Je kan zo gek niet denken. Allemaal onzin. Gewoon allemaal onzin. Gewoon geen sprake van. Voor de Chinezen is het terug naar je eigen wortels, meer Chinees zijn. En af van dat westerse juk wat ze heel lang gevoeld hebben tijdens de zogeheten eeuw der vernedering. 19e eeuw, begin 20e eeuw. Daar zijn een hele hoop campagnes tegen aan de gang om die zogeheten verwestersing te voorkomen. En dan voor de rest de critici, de dissidenten, dat zijn er niet zoveel, zeker niet in een land van bijna 1,4 miljard, zijn dat er niet zoveel. Die krijgen in het Westen onevenredig veel aandacht. Wishful thinking waarschijnlijk. En ook omdat wij denken dat het ongeveer een herhaling is van Rusland aan het eind van het communisme. Maar geen sprake van, het is totaal onvergelijkbaar. En dus die dissidenten op diverse niveaus worden met harde hand tot de orde geroepen. Hier zie je wat over die westerse ideeën in het onderwijs. De boekjes, de lesboekjes en zo worden gezuiverd. In de justitie moet wel rechtvaardiger worden, maar in alle politieke kwesties is het de partij die beslist en blijft justitie niet een onafhankelijk orgaan, maar een verlengstuk van de partij. Er zijn 7 onderwerpen waar je niet over mag praten. Bijvoorbeeld over universele waarden. Dat is, door het Westen is dat zo ingevoerd. Neoliberale economie is een westers idee, wat het natuurlijk ook inderdaad is. Terwijl China daar een model tegenover stelt van grote invloed van de staat, dat wil zeggen van de communistische partij, op het economisch leven. Persvrijheid mag niet over gesproken worden. Nou, noem maar zo een paar van dit soort dingen op. Daar is over nagedacht trouwens, hoor. Dat zijn niet zomaar een paar onderwerpjes. Het constitutionalisme bijvoorbeeld, hè, dat de grondwet het laatste woord heeft. Dat is in China ondenkbaar. De grondwet staan de prachtigste dingen. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, politieke pluraliteit, van alles en nog wat. Alleen de communistische partij staat boven haar eigen grondwet. Net zoals de keizers boven de wet stonden. Wet is een instrument om andere mensen te laten gehoorzamen, maar niet om je er zelf aan te onderwerpen. Hier zie je nou ja, een aantal aspecten van de huidige repressiegolf, die niet gering is. Nou ja, als teken aan de wand zou je kunnen zeggen, Liu Xiaobo, de Nobelprijswinnaar voor de vrede in 2010, die zit nog altijd en nog voor 5 jaar in de gevangenis. Repressie die gigantische hoogte heeft aangenomen, dachten wij ook, internet, dat is de democratie ten top, want iedereen kan zijn zegje zeggen. Nou, China heeft daar instrumenten tegen ontwikkeld die buitengewoon geraffineerd zijn, op het ogenblik ook door het ene land na het andere, voornamelijk in Afrika en andere Aziatische landen, worden aangekocht, omdat ze ideaal zijn om, laten we zeggen, de negatieve invloed van internet, dat wil zeggen kritiek op de bestaande regimes, om die te smoren. Daar heeft China een grote hoogte in bereikt. En zo zie je dus dat er, nou ja, alles staat onder controle. Hoeveel advocaten zijn er? Ik geloof 200 mensenrechtenadvocaten zijn de afgelopen maanden zijn er opgepakt. Het is een enorme repressiegolf van alle kanten die bij dit systeem hoort. Want het systeem is in crisis, dus dan kan je geen kritiek veroorloven. In 1989, Tiananmen. Bijna was het communistisch systeem toen geveld. En toen hebben de leiders besloten, dat eens, maar nooit meer. We moeten iedere kritiek in de kiem smoren. Iedere kritiek wil zeggen, je kan best wel
praten over dat het niks is en je mag zeggen wat je wilt als je mij niet publiceert. Daar gaat het om. Misschien nog wel, ook niet in je schoolblad. Het gaat erom om je ideeën, negatieve ideeën, niet te verspreiden. En daar zijn overal wetten voor gemaakt die uiteraard de communistische partij dienen en door de partij zelf zijn gemaakt. Wat wil Xi Jinping in zijn strijd tegen de corruptie? In de eerste plaats politieke rivalen zoals deze Zhou Yongkang, het was de opperste leider van de binnenlandse veiligheid, had een groter begroting tot zijn beschikking dan het hele militaire apparaat, kan je nagaan, heeft hij ontmaskerd als een grote schurk. Bovendien steunde hij die opponent Bo Xilai, waar ik het net over had. Ze wilden eigenlijk een staatsgreep plegen om Xi Jinping tegen te houden. En dan zou Bo Xilai aan de macht zijn geworden en hij de eminence grise. Goed, die heeft nu levenslang gekregen. Overal wordt er dus hard ingegrepen. Alleen dat gaat niet volgens de wet, maar volgens de regels van de communistische partij. Want de partij staat boven de wet. Eventueel worden mensen aan de rechtbanken overgeleverd. Maar ja, die rechtbanken worden ook geleid door partijleden. Hè? Want het is natuurlijk een totalitaire staat. Je kan je afvragen of het überhaupt mogelijk is om zo door te gaan als het systeem zelf niet hervormd is. Want er zitten geen checks en balances in. Het is de partij die de corruptie van de partij controleert. De ene hand die de andere slaat. Op een gegeven moment moet je die corruptie kortwieken, want als iedereen corrupt is, dan werkt het systeem natuurlijk niet meer. Maar je kan je afvragen of dit de beste methode is, of het überhaupt zo door kan gaan, en of de partij misschien niet zo corrupt blijkt dat ze niet meer kan functioneren als je alle corrupten oppakt. Inspiratie van Xi Jinping is in de eerste plaats Confucius, waarin een leider zelf het voorbeeld moet geven. Dat moest de meest deugdzame figuur zijn. En dat straalt dan af naar beneden, zodat iedereen deugdzaam wordt. Zoals de keizer vroeger. En dat inspireerde Voltaire en andere denkers uit de verlichting zo, dat zij China een fantastisch systeem vonden. En zelfs de Founding Fathers in de Verenigde Staten hebben een tijd gedacht om een grondwet op basis hiervan te nemen. De leider heeft het voorbeeld. Geen wetten, nee. Er moeten wel wetten zijn, maar die zijn secundair. Het gaat in de eerste plaats om het grote morele voorbeeld. Wetten gebruikt hij ook, dat is het zogeheten legalisme, waarin wetten worden gebruikt, niet om je er zelf aan te houden, maar om mensen die op jou kritiek leveren, die jij uit de weg wil ruimen, om die mores te leren. Nou, er zijn dus al 232.000 tijgers en vliegen. Tijgers zijn de grote corruptelingen en vliegen zijn de kleintjes. De kleintjes waren bijvoorbeeld de corruptelingen die verantwoordelijk zijn geweest voor die explosie in Tianjin met die 160 doden. Kan je nagaan dat ook vliegen, zogeheten vliegen, dat die ook afschuwelijke schade kunnen aanrichten. De zwakke schakel zijn de economische hervormingen, want die willen maar niet van de grond komen. En hoe komt dat? Om een aantal redenen. En daarvoor moet je even teruggaan naar de geschiedenis. En dit zijn de 8 onsterfelijken. Ja, ze zijn allemaal dood. Maar ze heten wel de 8 onsterfelijken. Dat zijn oude kameraden van Mao Zedong die in de grote mars hebben gezeten. Eigenlijk de stichting, de vaders van het nieuwe, moderne China, de Volksrepubliek China. En dat waren de adviseurs, zonder enige officiële functie, van Deng Xiaoping. Het zijn zij ook geweest die beslist hebben dat het leger moest worden ingezet, het Volksbevrijdingsleger heet het officieel, tegen het volk op het Tiananmenplein met honderden, duizenden doden wellicht, waar nooit verantwoording voor is afgelegd. De nazaten van deze 8 heren, en dat zijn de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebben op het ogenblik in China de macht. Niet vanwege hun eigen verdiensten, maar vanwege hun voorouder. En zo is via een omweggetje is toch weer de erfopvolging teruggekomen. Net zoals vroeger in de keizertijd. Alleen het zijn er een stuk of 100 op het ogenblik. Hè, die echt in de grote staatsbedrijven zitten, in de IT-sector, in de handel, de bouw. Nou ja, laat maar zeggen, de sleutelsectoren van de economie hebben zij in handen. En die willen helemaal niet veranderen naar een nieuwe economie, waarin het inderdaad gaat over meer markten, minder overheid. Dus die staatsbedrijven kleiner en meer private bedrijven. Duurzaamheid, minder investeringen, meer consumptie. En die investeringen zijn veel te groot. Met als gevolg dat die hele economische hervormingen, het staat allemaal prima op papier al jarenlang,
die lopen in zichzelf gewoon vast, omdat die gevestigde belangen te groot zijn. En bovendien, als je naar een nieuw economisch model gaat, ja, dan zal je zeker de eerste jaren zal je gas moeten terugnemen. En natuurlijk, 10% groei was ook overdreven veel. Dat moet op een gegeven moment naar de zogeheten nieuwe normaliteit gaan. Dat is dan 7% groei, is nog enorm veel. Maar waarschijnlijk, dat is het nieuws van vandaag althans, is het veel minder dan 7%. En de allerlaatste economische cijfers zijn ook allemaal treurig. De export ontzettend gezakt, de import ontzettend gezakt. En dat komt omdat dat nieuwe model gewoon niet meer in te voeren is, tenzij er ontzettende koppen vallen. En zoals premier Li Keqiang al gezegd heeft, de hervormingen tasten vestbaar en zijn als het afhakken van je eigen arm. Ja, dat klopt, dat heeft hij heel goed gezien. Wie is bereid zijn eigen arm af te hakken? Nou, daar moet je voor van goede of slechte huizen van komen. Dus Xi Jinping en zijn vrouw, zijn geheime wapen, want vroegere Chinese presidentsvrouwen, dat waren vage schimmetjes in aardappelzakken zo ongeveer. En zij is buitengewoon modieus, dus ook een zangeres in het leger, heeft de rang van generaal. Nou ja, in ieder geval, als zij een tasje draagt van een bepaald merk, dan heeft een week later half China heeft datzelfde tasje. Maar daarmee run je natuurlijk niet een republiek. Het model gaat, die overgang van het model, sommigen zeggen het is haast onmogelijk, want er zullen hoge koppen moeten rollen, en anderen zeggen het is totaal onmogelijk. Je kan je afvragen, zijn al deze hervormingen mogelijk als er geen politieke hervormingen komen? Moet dat zo? Kan dat in een dictatuur? Wij zeggen vaak van niet. Dat een echte bloeiende economie zich alleen kan ontwikkelen in democratische verhoudingen. Maar ja, China heeft al met zoveel overtuiging van ons afgerekend, daar kan er nog wel eentje bij. Op het ogenblik is het zo dat er weer nieuwe geldinjecties in de economie worden aan stimuleringspakketten die precies het oude model vertegenwoordigen. Want daardoor wordt er weer meer geïnvesteerd wat helemaal niet nodig is. Er zijn al snelwegen genoeg en die hoge snelheidslijnen zijn er ook al te veel en die gaan van niks naar nergens. Dat is al maar om maar de mensen aan het werk te houden. Want stel dat de werkloosheid oploopt, dan krijg je sociale onrusten en dan krijg je chaos en dan is het politieke gevaar voor het Chinese regime levensgroot. Nou ja, hoe kan de partij een cirkel kwadrateren? Ze wil groei, maar om te groeien moet je macht prijsgeven. Nou, dat is heel lastig, misschien zelfs wel onmogelijk. Kom ik bij de pièce de résistance van het geheel. Hoe zit ik in de tijd? Langzamerhand. Nou, dat moet lukken. Hier hangen ze bij elkaar. Xi Jinping, jeugdportret. En Mao Zedong, ook wat mooier dan er in werkelijkheid uitzag. Men zegt vaak, China heeft van het communisme helemaal niks meer. Forget it. Veel en veel meer dan wij denken. In de eerste plaats, net zoals vroeger, het politieke monopolie is in handen van de partij en van niemand anders. Er zijn 8 zogeheten democratische partijen, maar dat zijn aanhangsels van de communistische partij die ook gefinancierd worden door de communistische partij. Heel klein zijn, soms krijgen ze ministersposten of zo. En die verdienen toch meer als een soort schaamlab en zijn romser dan de paus. Het oude controlesysteem dat van alle tijden is, dat bestaat nog altijd, dat door Mao natuurlijk enorm is toegepast, maar alles staat in China onder controle. Het begrip controle, het Big Brother idee is in China veel en veel sterker dan bij ons. Dat is de laatste tijd alleen maar sterker geworden. De maatschappij is ongelooflijk hiërarchisch, dus van onderaf kan je met niks beginnen, ook al is het nog zo goed. Als jij tegen de corruptie begint te strijden, is de grote kans dat niet de corrupteling, maar jijzelf in het gevangen verdwijnt. Dus het idee van boven naar beneden is confucianistisch, hiërarchisch, en dat is de communistische partij natuurlijk ook. De partij heeft zich nooit iets aangetrokken van individuele rechten, want wat ze aan het collectief denkt, de collectieve mensenrechten, huis, dak boven je hoofd, eten, onderwijs, gezondheidszorg, zijn veel belangrijker dan de individuele rechten. Gemarteld wordt er al sinds het begin der tijden in China. Dat is allemaal niks nieuws, altijd zo geweest. Niemand moet zijn kop boven het maaiveld uitsteken, altijd zo geweest. En dat is nu nog steeds meer zo. De partij heeft economisch nog altijd
eigenlijk de oppermacht, zowel voor de staatsbedrijven als voor de particuliere bedrijven. Want in de particuliere bedrijven is eigenlijk niks mogelijk als je niet een belangrijke partij functionaris achter je hebt staan. Van de westerse democratie wilde Mao niks weten en de huidige regering of de huidige partijleiding ook niet. En nog altijd is het idee heel sterk, zoals Mao dat had zeker in zijn beginjaren, dat het Westen eigenlijk China kapot wil maken. En misschien hebben ze daar best gelijk in ieder geval in de Verenigde Staten en heel wat sectoren, met name de neocons, die in de Grand Old Party zitten, de Republikeinse Partij, die eigenlijk het liefst een paar hele fikse nucleaire bommen op China zou willen gooien. Dus dat idee is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Hij lijkt sterk op Mao wat zijn denken betreft. Hij wil alleen helemaal niet een echte Mao worden, want dan krijg je chaos. Dus dat moet je niet hebben. Maar een aantal van de dingen van Mao, al was het alleen maar omdat Mao misschien niet de grondlegger van de partij, ja, één van de grondleggers, maar in ieder geval een soort aartsvader, daar kan je niet, ook al ben je nog zo ver van hem vandaan gegroeid, kan je niet het navelstreng doorsnijden, anders heb je niks meer. Dit is het vervelend. Zo. En natuurlijk, wat dat, hetzelfde als Mao heeft hij zelfbekentenis dat mensen op het ogenblik voor de televisie gedwongen worden om te zeggen wat voor vreselijke dingen ze gedaan hebben, wat voor verschrikkelijke berichten ze op Twitter, de Chinese Twitter, hebben verspreid en dat ze dat nooit meer zullen doen. Ja, kennelijk gedwongen, net zoals vroeger in de culturele revolutie, ja, dat de mensen gedwongen werden tot zelfbekentenis. Dat gebeurt op het ogenblik op de televisie. Dat is typisch Mao en het is typische boodschap. Ja, ook belangrijke mensen die zijn geshamed en geblamed, of hebben ze dat met zichzelf gedaan, als boodschap dat niemand het moet wagen om een dissident geluid al te luid te laten horen. Het is heel oud, dat je niet mag zeggen wat je wil in China. Je mag het wel zeggen tegenwoordig, maar je mag het dus niet publiceren op internet of via Twitter of Weibo heet dat. Is heel oud, dat was van de keizers was dat zo. En Mao's rechterhand Zhou Enlai, dat was min of meer de gerespecteerde figuur van het Maoïsme, die zei in de krant staat niet wat er werkelijk is gebeurd, maar waarvan wij gewild zouden hebben dat het gebeurd zou zijn. Propaganda-instrumenten, dat is meer dan ooit eigenlijk weer. De Chinese media zijn propaganda-instrumenten van het regime, omdat men daar een andere kijk heeft op machtsverhoudingen. Macht is van boven, waar het beneden niks mee te maken heeft. Het is doorgeefluik op zijn best. Ik zeg niet dat het goed of slecht is. Ja, volgens mijn opvoeding vind ik dat niet zo goed. Maar volgens de Chinese denkwereld kan ik dat eigenlijk best begrijpen. Kijk maar, hier. De eerste keizer, 221 tot 206 voor Christus, de grondlegger van de Qing-dynastie, maar naar ons woord China is gevormd, die liet al de Confucianistische boeken verbranden en de Confucianistische geleerden levend begraven, want Confucius was toen nog geen staatsleer, dat werd pas in de Han-dynastie daarna. Dat is, laten we zeggen, Mao heeft het en zijn opvolgers hebben het niet van een vreemde. En de eerste keizer, Shi Huangdi, de man van het terracotta leger, die werd door Mao ongelooflijk bewonderd, vanwege zijn harde methodes ook. Ja, en dan krijg je dus dat het eigenlijk gewoon de Chinese traditie is van het begin van der tijden haast. Deze manier van optreden met mensen die er anders over denken dan de leiding. Het oude ideaal van zowel het Confucianisme als het Taoïsme is harmonie. Proberen ze op een totaal verschillende manier te bereiken. Confucius gaat over de gemeenschapsverhoudingen waarin iedereen zijn plaats moet kennen. De man van boven het te zeggen heeft. De man van onder moet gehoorzamen. Maar de man van onder heeft wel het recht van degene die boven hem is, rechtvaardige behandeling te eisen, anders hebben ze het recht van opstand. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want er is iedere of menige Chinese dynastie, keizersdynastie, is ten val gekomen door opstand. En dat wil men nu, deze nieuwe communistische dynastie, wil dat hoe dan ook verhinderen. Dus wat dat betreft sluit men aan bij een heel lang tijdeloos
verleden haast. En de grote vraag is inderdaad, gaat dit lukken? Wat Xi Jinping zich heeft voorgehouden als de nieuwe gemoderniseerde editie van Mao Zedong. We weten dat niet. We denken nog altijd, de democratie is het eindpunt aller ontwikkelingen. Terwijl we nu merken wat die democratie voorstelt. In Europa bijvoorbeeld 0,0. Het is niet dat wij daar het voorbeeld van zijn. China heeft zijn eigen traditie wat dat punt. En de communistische partij blijkt, in tegenstelling tot wat wij altijd gedacht hebben, zich veel en veel beter te kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden dan wat wij altijd hebben aangenomen, dat het altijd dezelfde taal is, altijd weer de herhaling van steeds hetzelfde. Helemaal niet. Ze zijn uitermate flexibel, om niet te zeggen opportunistisch. Dit was het. Ik schrijf in mijn vrije tijd wel eens boekjes. Meestal over China, maar morgen wordt er een nieuw boek voor me gepubliceerd en dat gaat nou eens niet over China. Het gaat zelfs niet in eerste instantie over politiek. Het is een faction thriller, geheten Operatie Menorah. Als u het in de boekhandel ziet liggen, dan weet u in ieder geval wie het gemaakt heeft. Maar misschien is er nog tijd voor één of meerdere vragen.